Apprentjes, ik ben Rick van Sorbent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Map van een Kijker. Deze aflevering van Map van een Kijker spelen wij een map gemaakt door een kijker van, ja, mijn video's en shit. Ik heb deze map nog helemaal niet gespeeld, dus ik ga er lekker blind in en als hij niet leuk is, dan verwijder ik de video gewoon weer. Dat is gewoon die kwaliteitsgarantie die ik jullie geef. Eens even kijken, laten we eerst beginnen bij de regels. Entry, settings en klaar. Oké, dan. Settings, 1.8.1, Peaceful Survival Mode. Peaceful. Game Mode, 0. Oké, dan. Ja, dat is helemaal goed. Dat boek is helemaal klaar, die kan weer terug. Settings, wat staat er bij Entree? Welkom Rick, leuk dat je onze map gaat spelen. We hopen dat je het leuk vindt. Groetjes Mantis en The Man. Ze hebben allebei man in hun naam. Wat mag, ik heb niks tegen mannen. En dan hebben we hier nog het laatste boekje klaar. Als je alles hebt gelezen, klik dan op de button. Ik stel wel voor eerst de kleding te pakken. Oeh, Pokémon cap, sexy broek, roze jasje, swag pantoffels. Helemaal goed. Ik wil trouwens nog een klein momentje van de video nemen voor een kleine korte shout-out. Momenteel is Map van een Kijker namelijk de populairste serie op mijn kanaal. Zowel in views, als in likes, als in reacties, als in hoeveel mensen zin hebben in een nieuwe aflevering. En daarom wil ik de kijkers bedanken, natuurlijk. En vooral ook de mensen die de maps maken. Want een groot deel van het succes van de serie heeft gewoon te maken met dat de maps heel leuk zijn. Heel origineel. Vooral als je dat vergelijkt met andere map van een kijker inzendingen. Ik vind gewoon dat mijn kijkers echt hele toffe dingen maken. En dat zorgt ervoor dat de serie heel tof is. En ja, ik heb er ook nog een bijdrage aan. Ik heb net nog een map opgenomen van 20 minuten. En toen heb ik hem daarna gewoon verwijderd. Omdat ik dacht, ja, de map was eigenlijk toch niet leuk genoeg. En ik wil toch dat altijd als mensen Map van een Kijker kijken, dat ze weten dat ze een leuke map krijgen. En een leuk avontuur. En een leuke gastheer. Met zo... Precies. Ik heb alles, denk ik. Ja, ik heb een hele coole outfit. Ik heb alle boekjes gelezen. Ik ga de button drukken. Oké, Rick, laten we beginnen. Loop naar het huis en druk op de button. Dit is tot nu toe nog te doen. Ik ben niet de beste in Minecraft, maar dit kan ik nog wel. Wat een mooi bankje. Wat een prachtig bankje. Frank Bank. Oké, nou, dit gaat nog redelijk goed. Button, huis, cool. Oh my god. Nee. Rustig maar, Rick. Dit is de enigste parcours, misschien twee. Oké. Dit is een spawn point. Die is wel eventjes fijn. Een beetje onhandig dat je hem zo achter me zet. Voor hetzelfde geld had ik hem gemist. Dit ziet er nu echt ook al onmogelijk uit, zeg maar. Oh, ik heb hem gehaald. Oh. Oh shit, ik drukte op spring. Ik drukte op spring. Nee. Ik wou springen. Ik zwem die kant op, maar dat heeft helemaal geen zin. Ik ben ook echt mijn armen kwijt. Stel dat je lullen niet eens even aan mijn keep inventory troep gedacht. Daar wordt natuurlijk weer niet aan gedacht. Oké. Oké, dat ging redelijk goed. Oeh, dit vind ik echt leuk om naar te kijken gewoon. Al die kleurtjes, wat, ik ga zo'n printscreen maken voor de thumbnail. Bam, mooie achtergrond. F1, we kunnen weer verder, niks aan de hand. Button, toch fijn dat je erbij zet wat het is. Oké, wat gebeurt er nu? Rick, niet stressen, want dit is geen moeilijk doolhof. Dat vind ik toch wel fijn, deze map kent mij en stelt me al van tevoren gerust. Rick, dit is een doolhof, maar hij is niet moeilijk. Niet stressen. Oh my god, het is wel een moeilijk doolhof. You lied to me. You lied to me, hardcore. Oh my god, ik hoop zo gewoon dat ik snel de uitgang vind. Nee. Ben je een noob? Nee, ik ben geen noob. Alsjeblieft, slaap met rust. Ik ga proberen of het werkt om de rechterkant te volgen. Dat werkt niet echt voor doolhoven, maar voor grotten werkt het wel. Oh, ik heb het gehaald. Oké, dan, wat de fuck is dit? Gooi de enderpearl in het goede gaatje, wat leuk. Ik heb alleen geen enderpearls. Aha. Laat ik even een paar pakken. Wat is het goede gaatje? Dat is wel een beetje de vraag. Dit heb ik nog nooit eerder gedaan in Minecraft. Dit is wel origineel. Dat is gewoon het groene gat proberen. Man. Oh, dat was hem? What? Oké. Welkom bij het puzzelgedeelte, Rick. Wat je hier moet doen is lever vinden om de deur te openen. Zoek twee diamonds en gooi ze in een put. Je mag de diamonds niet in dezelfde put doen. Als je dat hebt gedaan, gaan de doors open. Gooi ze in de put. Je mag de diamonds niet in dezelfde put doen. Er zijn twee putten. Gooi de twee diamonds in twee afzonderlijke putten. Oké. Spawn point. Keep inventory. Had je eerder mee mogen komen. Oké, er is dus iets van een puzzel gaande. Ik ben heel benieuwd. Het ziet er redelijk ingewikkeld uit in ieder geval. Oh, hier is put 1 en put 2. Dus ik moet twee diamonds vinden. Dan gaat de deur open. Oké. Is de kip deel van de puzzel? Getest door professor Serpentje. Ik ben heel benieuwd naar dit soort dingen. Ik vind dit soort dingen heel tof. Puzzles. Dat je echt items moet vinden, moet craften. En dan kun je weer daarheen, dan kun je weer daarheen. Ik heb geen idee hoe uitgebreid de puzzel is. Maar het heeft potentie voor nu. Het is iets nieuws. Echt zo'n hele grote kamer. Het voelt echt alsof ik een game aan het spelen ben. Een beetje zo'n portal. Oh, hier zitten vines. Aha.
Oké, nog één sprong. Wow. Oké, ik heb een sleutel. Oké, en dan mag ik zeker één van de deuren in ofzo. Ik kan nog even een keertje lezen. Oh, is lever vinden om de deuren te openen. Dus ik zou even deze deur openen, bijvoorbeeld. Oké, dan. Ik dacht dat het niet helemaal leeg hier. Het is een klein doolhofje. Oké, dan, dat mag. Hier is een zoek me, diamond. Oké, dan. Leuk, leuk gedaan. Ik denk dat dit de enige diamond is in de doolhof, toch? Of is er meer? Of is er meer aan het handje? Nee, dat is hem wel. Oké. Ik zal de diamond nog even houden, tot ik de andere diamond ook heb. Daar is een kist. Hoe de fuck kom ik daar? Het ziet eruit alsof hier platformen uit de grond kunnen komen. Oh, ik kan ook nog op het dak komen hier. Hier is niets. Trollololol. Oké, ik denk dat ik wel via onzichtbare blokjes hierbij kan komen, of niet? Hier zijn in ieder geval blokjes. Aha! Sleutel. Oké, dan. Gaat redelijk goed. Het gaat goed. Ik haal dingen en shit. Hallo, kip. Oké, gaan we hier naar binnen. Er zijn heel veel kippen met eieren. Oké, en dan vinden we hier de tweede diamond. En die heet dan opeens niet meer zoeken me. Wat flauw. Oké. Nou, de ene moet dus op deze pressure plate die hier natuurlijk heel netjes onder ligt. Als ik hem misgooi, dan is het verpest. Je kan het puzzel ook oplossen door twee eieren erin te gooien. Een beetje Indiana Jones style. Oh, dan gaan er twee deuren open. Wat slim gedaan. Nou, deze kip die mag mee. Druk maar op de button, kip. Druk op de fucking button. Timo Pro. Oké. Kom op, Brick. Even doorzetten. Oké, ik heb nu een big genaamd Timo Pro. En waarschijnlijk een paard genaamd Timo Pro. Ik heb het gevoel dat de mapmaker Timo Pro heet. Dat is gewoon een klein dingetje. Mapmakers vernoemen graag dingen naar zichzelf. Sommige mensen in de comments vinden dat niet leuk. Van, nou, wat arrogant. Waarom doen ze dat altijd? Nou ja, moet je de wetenschap eens zien. De wet van Hess. De wet van dit. De gaswetten van Lavoisier. Als je iets verzint, gewoon naar jezelf vernoemen. Groot gelijk heb je. Oké, dan. Ik schiet lekker op, zeg. Yo, Rick. Zoek naar de vier levers in het huis. Als je ze allemaal hebt, ga dan achter het huis en daar is een grot. Succes, Rick. Time's at night. Oeh, het is een spookhuis. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Gaat dit ding naar me toe? Ik heb wel eens eerder een horrormap gespeeld namelijk. Die heb ik nooit op YouTube gezet voor mij, want dat was maar 1 minuut. Maar dat was wel spooky. Ik vind het wel tof gedaan, hoor. Zo'n spooky sfeertje neergezet. Oké, dan. Ik ga in ieder geval even de levers zoeken. Hallo. Oeh. Ah, ik heb een chest. Leva. Oké, dat is 1 leva. Dit is de 2e leva misschien. Ja, hartstikke mooi. Waarom zit hier allemaal van deze dingen in de muur eigenlijk? Hoor dat er eng uit te zien of zo? Want ik ben niet echt impressed. Oké, dan. Waarom is hier eigenlijk een skelet? Waarom is hier een skelet? Waarom dit sfeertje? Oeh, ziet er wel gezellig uit daar. Allemaal leuke dingetjes. Eens even kijken. Boeken van graaf Griesenstein. Kleine tip trouwens voor mapmakers. Ik noem het gewoon even op. Ik heb nog nooit een map gespeeld in The End. Doe ermee wat je wil. Ik kwam gewoon opeens te binnen toen ik zo'n endblock ding zag. Zo'n endstone waar je die ogen in moet zetten. Hier zo, dat kreng. Maar dacht me opeens, ja, dat is wel origineel misschien. Maar ja, nu komen zijn de volgende 10 inzendingen natuurlijk allemaal in The End. In ieder geval, ik noem het gewoon even op. Ik heb ook nog geen maps in de Nether gedaan. Doe ermee wat je wil. Oké, laten we verder gaan met het zoeken van levers. Hier zie ik geen levers. Oh, hier is gewoon een kist, wat flauw. Oké, lever 4. En dan zal hier ergens wel een 5e lever zijn. Oeh. Oh, kan dat ding er niet uit? Nee, dat kan niet. Oké, dan. Maakt niet uit, het is niet erg. Hele rare stoelen zijn dit, met deuren erin. Oké, nou, we hebben de laatste lever gevonden. Nou is de vraag, hoe moeten we naar de achtertuin, waar natuurlijk de fantastische grot is. Is er gewoon een achterdeur, zeg maar? Is die er of is er een plek waar ik mijn 4 levers moet gebruiken? Dat weet ik dus niet helemaal. Ik neem maar dat er een logica is achter het gebruiken van de levers. Wat staat daar? Oh, het zijn grafstenen. Oké, dat is wel interessant. Oh, ik kan hier door het raam heen. Aha! Even kijken wie er allemaal dood zijn. Rip Anne Frank, dat gaat een beetje ver. Rip Sam. Wie de fuck is dat nou weer? Rip Jeannette. Rip Timo. Natuurlijk is Timo weer dood. Jemig Timo. Rip Jelle. Nou, speciaal voor Jelle, zijn graf graaf ik wel open. Hij heeft wel de moeite gedaan om echt een skelet neer te leggen. Dat vind ik leuk. Die persoon heeft gewoon dusdanig ver uitgedacht. Van waarschijnlijk gaat ik de graven opengraven. Ja, de kans. De meeste mensen zouden waarschijnlijk niet uitdenken om er ook nog echt een skelet in te stoppen. Hier is ook een bloem op. Oké, dan. Zou Sam nog iemand moeten zijn uit een serie of iets die ik ken? Misschien is het Sam van iCarly. Die mag wel dood van mij hoor. Het personage van iCarly. Ik heb niks tegen de actrice. Oké, dan. Als je naar. Alleen naar als je alle de 4 levers hebt. Heb ik. Oké, dan. Komt-ie. Wow. Amazing. Wow. Wat goed. Wat goed, Rick. Yes. Nog een knop. Top. Leuk dat je onze map speelde.
Vergeet geen cijfer te geven. PS, dankjewel voor het spelen. Wow, hier is de man. Praying Mantis 1, 2, 3. En laag, jab, laagstreepje. Oké, wat zit hier allemaal in? Oh, TNT, ja. Ik vond het een leuke map. Hij is wel jammer genoeg een beetje kortig. Maar ik ga hem wel uploaden, want ik vond hem leuk. En dat is ook belangrijk. Ik zeg altijd maar, ik kreeg laatst toevallig een mail namelijk van een kijker die bezig was met de map. Die zei, Rick, is het erg dat mijn map 40 minuten is nu al en hij is nog niet af? En toen heb ik gereageerd daarop van, hey, lieve beste man, dat is niet erg. Hou er wel heel erg rekening mee. Ik ben van kwaliteit boven kwantiteit. Ik speel veel liever een map van 10 minuten die goed is, dan een map van 40 minuten. Waarvan ik 40 minuten denk van, ja, nee, het is niet echt leuk om maar te kijken. Dus neem dat mee. Ik speel veel liever een korte map die echt super goed is, dan een lange map die niet goed is. Dus ga ook niet dingen... Sommige mensen proberen dat, die gaan dat dingen in hun map zetten die gewoon 5 minuten tijd kosten. Zo van, ja, dan is mijn map langer. Bij wijze van spreken, dat stuk in het huis, had het huis ook 10 keer zo groot kunnen maken en zeg, vind er 40 levers. Je moet begrijpen dat, dan is het niet leuk meer. Oké, even kijken hoe dit eruit ziet. Altijd al benieuwd hoe dit ontploft. Leuk hoor, hartstikke leuk. Oh, het huis is niet ontploft. Hou daar rekening mee, wat deze map heel goed had, is dat het iedere keer echt, ieder deel van de game duurde bij op het uitzondering van het huis, dat was een minuutje. Het was, oeh, een kamer, doe iets, oh oké, je hebt de kamer af, ga naar de volgende kamer. Het was lekker vlot, snap je? Niet dat je de halve video lang in één kamer zit. Maar dat is niet leuk. Dus, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de mappen van een koeker. Weldra zullen er meer mappen van een koekers online komen. Nogmaals, super bedankt voor alle mensen die liken, kijken, reageren, abonneren. En de maps maken. Jullie zijn allemaal schatjes. Behalve het paar dan. Jullie weten wie jullie zijn. Stel dat je kut homo's. Niks mis met homo zijn hoor. Maar er zitten echt een paar mensen tussen waarvan ik denk, nou nee. Net let niet te veel op mij. Let niet te veel op mij. Ik ben stom. Yeah, 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 yeah. Mijn naam is Boertom. Ik ben dol op boerzoekvrouw. Oh, het is gewoon helemaal. Er zitten ook gaten in. Oh my god, ik ga zo'n kip in zijn gat houden. Gaan die kippen ook in die gaten? Is dat mogelijk? Is dat mogelijk? Kip, ik duw je gewoon vooruit. Ja hoor! Ja! Als ik die gaten nou gewoon dicht met TNT, dan hebben we wereldvrede wel bereikt, denk ik. Kijk, dit is beter. Het TNT kan misschien vlam vatten, maar dat is niet erg. Dat hoort erbij, vind ik zelf dan, hè. Oh, sorry. Hoe kan ik dat... Zo. Voor mij kan TNT best wel vlam vatten als het bij lava zit. Maar hey, ik ben niet de Minecraft expert, jongens. Dit is niet mijn taak om in te vullen, natuurlijk. Nou, even om aan te duiden waar de gaten zaten. Oh, nee, het is zover. Oh, nee. Oh, dat viel best tegen. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Mag ik kijken? Doe een duimpje omhoog als je deze aflevering van een kijker leuk vond. Als steun voor die jongen die met zoveel liefde die maps in elkaar zet en ze speelt. Ik stop echt heel veel liefde hierin. Een heel groot deel van de maps komen uiteindelijk gewoon niet online. Maar ik toch een soort kwaliteitsgarantie wil. En liefde en zo. En hoop ik was het leuk. En hoop ik vind je mij leuk. En hoop ik ben jij ook leuk. En iedereen leuk. Hopelijk. Hopelijk wereldvrede. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering van een kijker. Doei!